dat op een gegeven moment Brokopondo een erg sexy district is geworden. Mm-hmm. Omdat eigenlijk men hoogstwaarschijnlijk het idee heeft dat alleen Brokopondo getroffen is. Ja. En ik heb elke keer als ik een interview afsta, et cetera, maak ik elke keer de opmerking. En sommige mensen in Brokopondo hebben dat opgevat alsof ik niet van hou van Brokopondo. Want ik zeg altijd, niet alleen Brokopondo is getroffen, maar het is de realiteit. We hebben ook mensen in het Kwamalasimutu-gebied. De bovenlandse indianen, zoals ik ze noem. Ja. En in het Sipaliwini-gebied. We hebben mensen in Alalapadu, we hebben mensen in Anapaike, we hebben mensen in Amatopo, we hebben mensen in Tepu, etc. En al deze mensen, die hebben ook last van de overstromingen. Issue bij hun is de logistiek. In Sipaliwini moet je een vliegtuig pakken, een vliegtuig huren. En dat kost 85.000 SRD per trip naar, laat maar Kwamalasimutu voor het gemak nemen. En ik kan naar Kwamalasimutu kan ik met dat vliegtuig ongeveer 30 tot 35 van die voedselpakketten brengen met water. En de behoefte daar is meer dan 300 pakketten. Dus als ik iedereen van een pakket wil voorzien, dan begrijp je dat ik 10 vluchten moet maken. Dus bijna 1 miljoen SRD alleen maar naar Kwamalasimutu. Verder hebben wij ook het Marowijnengebied. En dan gaat het om de Paramakanse gemeenschap. Verder hebben we ook het Lawa-gebied, Tapanahoni-gebied. Het zijn allemaal van die gebieden die op dit moment ook onder water liggen. En de laatste week, afgelopen week, tot nu toe, en daarom kom ik dus nu onder andere van het Saramaka, zien we dat de coastal area nu onder water begint te lopen. Dus het is niet alleen een kwestie van in het zuiden van Suriname, maar nu ook in, laat maar zeggen, het noorden, de hele kuststrook begint nu ook vanwege de zware regens onder water te raken. Met betrekking tot die kwestie van hoeveel gezinnen zijn getroffen, een van de challenges die wij hebben, is dat wij niet altijd een zuiver aantal kunnen aangeven. Gewoon omdat die data er niet is. Om een idee te geven, ik denk niet dat we praten over duizenden gezinnen. Ik denk dat we meer moeten kijken naar 200, 300 gezinnen die dus inderdaad daar zodanig getroffen zijn. Landelijk? Landelijk, ja. Dat ze hulp nodig hebben. Dat ze dus hulp nodig hebben.